Almelo? Almelo? Ja, we zijn in Almelo. Op deze locatie wordt een nieuwe pannenkooi geopend. Wij zijn benieuwd wie hier allemaal wonen. Jullie ook? Waar zijn we vandaag? We zijn vandaag bij Intermezzo in Almelo. Welke doelgroepen zitten op deze locatie? Hier op deze locatie wonen jongeren tussen de 6 en de 18 jaar die op een treinvoorziening wonen. En hoe komen zij hier terecht? Dat heeft verschillende oorzaken. Bij de ene kan niet meer, bijvoorbeeld niet meer thuis wonen omdat het thuis even niet zo goed gaat. En bij de andere die zat bijvoorbeeld al in een gezinshuis en die heeft misschien even een time-out nodig. Dus dat verschilt eigenlijk per kind. Kook je wel eens voor de groep? Ja, als ik bijvoorbeeld kind van dag ben, dan kan je een kwartiertje verdienen. En bijvoorbeeld dan moet ik wel eens koken, heb ik laatst ook gedaan, dat vind ik ook leuk. Heeft de jeugd hier een eigen kamer? Ja, de jeugd heeft hier een eigen kamer. Die is allemaal ingedeeld met een bed, met een bureau, een kast en een wasbak. Dus ze hebben allemaal een eigen kamer. Wat doe je allemaal op een dag? Ja, wat doe ik allemaal op een dag? Ja, zoveel. Ik sport wel eens hiervoor op het veldje. We hebben een PlayStation, we hebben een computer, we hebben een hele mooie tv. Tekenen vind ik ook wel zo leuk. Muziek luisteren. Nog een uurtje per dag van 6 tot 7 mogen we achter ons mobiel. Dus dat doen we dan. Waarom wilden jullie een pannenkooi op het terrein? Nou, dat is voor kinderen, vooral voor jongeren en meisjes. Is het toch wel leuk om te gaan voetballen en vooral ook pannenkooi. Dat is natuurlijk helemaal een trend tegenwoordig. Hou je van sport en voetbal? Ja, ik sport elke dag wel een keer iets, trampoline en soms ga ik in de sportschool. Hoe was het om de scheidsrechter te zijn? Wel leuk, ik vond het wel leuk. Loop jij ook wel eens vast? En wil je jouw nieuws naar buiten brengen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl. Wij regelen de rest.